Week 2. 2. Thuiswoords. Homework. Heel goed. English. For the English people. Yes. For people who don't speak Dutch, but not English. Of zoiets. Toch? Ja. Oké. Het is een hoop rennen, jongens. Maar we zijn een beetje beperkt natuurlijk. Want niet iedereen heeft een roeier thuis. Niet iedereen heeft een assault bike thuis. Of een ski erg. Of weet ik veel wat. Dus als we cardio, dan is het voornamelijk rennen en touwspringen. Sorry, a lot of running. Goed zo. De workout vandaag is 6 rondjes voor tijd van 400 meter rennen. De bedoeling is dat het... We willen wel de tijd ruimte geven om überhaupt dit te kunnen doen. Ja, maar jij bent gewend om level 1 te geven met 6 rounds per time, 400 meter running. Ja, oké. Zo snel mogelijk. Dus elke keer volle bak 400 meter rennen, zo snel als het je kan. Fucking fast. Want je hebt elke keer 2 minuten rust. You're 2 minutes rest. Dus je kan redelijk op adem komen, maar dat houdt wel in dat je de volgende keer weer... Nee, het is geen... Nee! Het is niet een internationaal, het is geen doventolk. Ja, want dan huren we Aquasi wel in. Want die kan het beter dan mij. Je hebt 2 minuten rust elke keer. Dat houdt in dat je een beetje kan herstellen. Beetje op adem komen. En dat je weer volle bak... Every time, go fast. 2 minutes run. Yeah? Rest. Okay. 400 meter. Is dat erg lang voor jou? Ga je meer dan 2 minuten daarmee bezig zijn? Ga wat minder... Lang rennen. If it's going to take you more than 2 minutes of a 40 meter run, go with a shorter distance. 300, 200, 200. Dat lukt niet. Oké, dus dat. As fast as possible. Cool. Maar het is Engels. Daarna hebben we de slips op programma staan. Je gaat ongeveer, dit is een boxshot. Je gaat ongeveer 20 minuten ga je aan de gang met de slips. Ja? Dat vind ik altijd leuk. Als mensen aan mij vragen slips, Bas, wat is slips ook weer? Dan moet ik altijd heel erg nadenken, waar beginnen we mee? Slips, boven in beeld. Boven in beeld. Boven in beeld. Staan de slips ook voor de senior of voor de mensen die nog niet alle oefeningen RX kunnen doen? Dus kijk daarna. We beginnen met skills. Engels. We gaan start met skills. Ja. Yeah. Slips. Practice, 20 minutes. Front skill. Gestrekte benen, niet deze lichaam buigen. Engels. Dan bend je knees. Straight. Ja. Breng deze zo hoog mogelijk op. Zorg ongeveer parallel aan de grond. Voet is high spot. En niet te ver naar achteren gaan. Dan lean back. Ja. Ook met je andere been. Kramp. Andere? Nee, ook met de andere been. Oh. Daarna. Left and right. Gaan we naar de back scale. Bovenliggen komt voorover. Beweeg tegelijk met het voetje. Ja, dus zometeen probeert Dave om zijn bovenlichaam parallel aan de grond te krijgen en zijn schouder en zijn hak op één lijn te krijgen. Goed blijven balanceren en probeer niet te veel deze te buigen. Komt een beetje door die dwerghamstringetjes. Ja? Don't bend your knees. Try to keep it straight. Tight hamstrings. Dus dat. Oké. En die daarna ook met je andere been. Goed. Dan hebben we de L van... Hebben we lekker voorbereid dit. Parallels? L-sits. Ja? L-sitje op de grond. L-sit. Handen net iets voor de heup, alles los van de grond. Kan je dit nou niet? Relax. Dan ga je met je handen naar de grond en een dan trek je één been op. Is ietsje. Op te zien is niet veel makkelijker. Wat je ook kan doen is deze voet op de grond houden en alleen deze strekken of andersom. Ietsje makkelijker. Ja? Slaat niet ietsje. L-sits. Kan op parallets, kan in de ringen, kan hangen aan een stang. Ja, maar probeer het gewoon simpel te houden. We hebben geen stangen, we hebben geen ringen. Twee stoelen, two chairs. Twee stoelen. Mink had het vorige ook in een stoel gedaan. Die. Dus ja. Die kunnen we zo meteen misschien nog wel even voordoen. Dan rollen we even die stoel erbij. En dan, we hebben geen rugleuning of geen armleuning. Kan dus niet. Dan hebben we de I. Inversions. Dat houdt in dat je op zijn kop moet zijn. Dat kan zijn een handstand tegen de muur. Ik ben de muur. Denk ik. Held, inversions, handstands, no six-pack, you know the drill. Ik ben de muur. Je gaat gewoon op deze manier op zijn kop staan. Ja. Of misschien, als je dat kan, in de vrije ruimte. Zelden, maar dan was ik er niet. Free space. Cheesecake. Cheesecake. Free area, also possible. Laten we het daarbij houden. Voor de inversions. Ja. 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 Of misschien eventueel. Or you can do a wall walk, baby, if you want to walk yourself up. That's slightly easier. Zal ik even doen? Ligt er wel aan. Maakt niet uit. Walk yourself up. The further you go, the harder it will be. Maybe stay a little bit further away from the wall. Go to the level you think you can do. Dan worden kijk hoe dichtbij je kan komen. Hoe dichterbij, hoe moeilijker.
Dus dat. Dan hebben we de P van planks. Welke wil je? Met gestrekte armen? Doe maar met gestrekte armen. Ja? Probeer jezelf goed omhoog te duwen. Wat ik niet wil zien is dat je schouderbladen naar elkaar toe zakken. Deze. Duw omhoog. Dat hier niet dat kommetje is. Als ik hier water op zou gieten, zou het eruit moeten lopen. Niet oh, wat mooi. Nou, het Engels. Ja. Yeah. So, press down, back up. Nice. Good. Not bad. Ja, yeah, squeeze your butt. Ribcage down towards your front pockets. Squeeze your kneecaps. Kan ook eventueel op de ellebogen. Hetzelfde verhaal. Side plank. Wil je dit wat moeilijker maken? Hand in de lucht. Voet omhoog. Of nog iets hoger. Hoeft niet. Ja? Hand in je zij of op de grond eventueel steunen. Kan ook vanaf de knieën. Maar dat zie je allemaal in het filmpje hierboven het geschouder gebeuren. Dan hebben we als laatste... Stretching. Wat? Stretching. Stretching. Ja. Gaan we doen, yeah. Hè? Stretching. I don't know. Stretch each. Die stretch each. Ja. Of doe een pigeon stretch. Of doe een calf stretch. Of doe een. Of doe een lat stretch. Of doe die shoulder opener. Of iets. Zoiets. Stretches. Ja? Een minuut of 20. Totaal. Niet per oefening. Totaal. Wat leuk is, is misschien een. Tabataatje, heb je dat hier wel eens gedaan met een van de coaches? Dan doe je gewoon van alles. 3 setjes van 10 bijvoorbeeld. Kijk eventjes hoe je dat. Hoe je 20 dat... minutes, for example, doing a Tabata style version of every movement. Ceiling below. We hebben alles, hè? Geschaald staat. Geschaald daar, nog steeds bezig. In bed. Deze allemaal gedaan. Rennen. Go ja, fast. Tijden posten. Ja, yeah, rather record your times, log your times. En een laatste mededeling. Het is vandaag maandag. Normaal zijn jullie gewend. Van ons dat we dinsdag, donderdag en zaterdag strength programmeren. Strength. Is wat lastiger, want we hebben niet allemaal stangen thuis en zware schijven en dat soort dingetjes. Ja. Dus wat Pablo voor jullie aan het doen is geweest de afgelopen dagen, is toch komen met strength programmering. Waarbij wij bijvoorbeeld tempo werk gaan doen, waarbij we holds gaan doen, waarbij we elastieken gaan gebruiken mocht je die hebben. Dat soort dingen, noem maar op. Zodat je toch nog een beetje je strength gains kan bijhouden. Of misschien zelfs wel kan verbeteren. Dus vanaf deze week ook weer in ieder geval 2 keer in de week. Maar misschien 3 keer in de week moeten we heel even kijken nog of we dat voor elkaar weten te krijgen. Yes. Strength workouts. Dus also strength workouts from this week. Twice or 3 times a week. Dus dat. Dag. Deze versie hebben we ook in een seniorenversie. Mocht je daar nog even wat, mocht je wat meer variaties willen weten, we hadden net al wat verteld over hoe je het zou kunnen schalen in het gewone filmpje, als je het zo moet noemen. Wat je kunt doen is op de plaats stevig 2 minuten doorwandelen. Ik weet dat sommige 20-jarigen daar nu ook fan van zijn, niet doen. Of je gaat naar buiten doen, je gaat 2 minuten stevig doorwandelen. Wat je ook kan doen is dat je bijvoorbeeld de fiets pakt, je home trainer, 2 minuten hoog tempo fietsen, gevolgd met 2 minuten rust. Of je pakt de fiets en gaat naar buiten toe, 2 minuten hoog tempo fietsen, 2 minuten rust. Dat dus ook 6 keer. En dan denk ik wel dat je een heel eind komt. Eens, je bent heel ver aan het fietsen. Nee, fiets dus ook weer terug. Maar... Ja, dat. Dus hoog tempo op de plaats. Misschien is zelfs een beetje joggen op de plaats, als dat zou kunnen. Of fietsen, 2 minuten heen. Top. Cool. Allee.